Dag iedereen, motion design instructor Sean van Talent Academy hier. Ben je ook bij momenten de standaard motion blur van in After Effects lichtjes beugen zien? En zou je die graag ook een pakje interessanter maken? Blijf gerust kijken, want vandaag ga ik jullie een workflow uitleggen om met behulp van effecten een soort van motion trail over je bestaande animatie te kunnen gaan gieten. Deze gaat volledig custom opgemaakt zijn en ook op te maken als een template die je nadien gaat kunnen gaan recycleren. Volg gerust mee en get the inside scoop. Dit is hetgeen wat ik wou zeggen met een motion trail. Als in, er zijn eigenlijk als het ware een echo van motion shapes die achteraan uw voornaamste animatie gaan komen. Dit is volledig opgebouwd op basis van effecten. Hoe we hieraan gaan toekomen, ga ik jullie meteen even gaan uitleggen. Ik ga even snel doorheen onze animatie lopen. In principe is het niks waanzinnige wereldschokkend. Wat wil ik daarmee zeggen? Het zijn allemaal animaties, oftewel op tekstanimator niveau, oftewel op het niveau van gewoon de position property. That's about it. De animatie is ook nog een klein beetje levendig gemaakt door met custom easing te gaan werken, maar buiten dat niks waanzinnig speciaal. Ik loop er even snel door met jullie, zodat jullie ook een klein beetje kunnen volgen wat er is aan het gebeuren. Ik solo even deze layer, genaamd Circle 2. En dan gaat je zien dat hier eigenlijk maar twee keyframes op staan. Ik heb hier gezegd namelijk dat deze cirkel, ik ga eens even gaan inzoomen, die mag geanimeerd worden van deze positie, dus hier onderaan, en mag die zo doorgaan tot aan de bovenkant. Dit geheel mag geloopt worden. De loop heb ik gewerkt met een expression. Waarom? Just in case dat ik graag op het einde van de rit of zo bijvoorbeeld mijn animatie net iets korter of net iets langer zou willen maken, heb ik eigenlijk geen zin om dat op al mijn keyframes te gaan aanpassen. Vandaar heb ik eigenlijk een volledige animatie gemaakt met twee keyframes en dan een expression die we gaan toepassen op deze animatie. Hoe gaan we dat doen? Dat ga ik jullie eens even uitleggen. Als ik nu hier op mijn position property, oftewel Alt voor Windows gebruikers, oftewel Option klik voor de Mac gebruikers, kom ik in de expression window. Daar gaan we eigenlijk één redelijk simpele code kunnen gaan invoeren, namelijk loop out. Als ik hier nu al ga uitklikken, dan gaan we al zien dat eigenlijk heel onze animatie al wordt geloopt. Super, maar die vertrekt wel elke keer van aan de onderkant. Ik zou graag hebben dat die eigenlijk van op deze locatie vertrekt, dan naar boven gaan en dan terug naar beneden. Nu, het hele gemakkelijke aan die loop-out is, er zijn ook een paar verschillende parameters die we daaraan kunnen gaan toekennen, zodanig dat eigenlijk heel onze animatie voor ons wordt gemaakt. Vind ik altijd heel leuk. Hoe gaan we dat doen? Redelijk gemakkelijk, want tussen deze twee haakjes, dan ga ik gewoon tussen aanhalingstekens, enkele aanhalingstekens, typ ik gewoon in pingpong. Wat gaat dat doen? Net hetzelfde als een pingpongtafel, als in het balletje gaat van de ene kant naar de andere en komt dan terug. Dat gaat heel een tijd een vertrek, eindpunt, terug naar het vertrek en dan gaat die teruggaan. En als ik dit nu ga toepassen en ik speel deze gewoon af, dan gaan we eigenlijk zien dat ons cirkeltje op dit moment heel gemakkelijk en heel proper naar boven en naar beneden gaat. Exact wat we willen hebben. Als ik hier nu bijvoorbeeld die animatie wat langer ga maken, dan ga je zien dat alles properkes mee wordt geanimeerd. Dat alles trager wordt. Ik heb niks hier aan extra van keyframes of zo moeten gaan aanpassen. Bespaart mij redelijk wat tijd. Goed. De tweede cirkel is net hetzelfde, alleen zit er een kleine offset tussen deze twee layers qua animatie. Deze lijnen hier, die zijn niks wereldschokkend, dat is gewoon een strook. En dat is het enige. Hier aan de bovenkant hebben we ook nog een tekstanimatie. Een tekstanimatie die is momenteel opgebouwd met een tekstanimator. Wat maakt dat heel handig? Het feit dat als ik hier nu bijvoorbeeld mijn tekst zou gaan aanpassen, naar welke tekst dan ook, dan gaat volledig mijn animatie meekomen. Ik solo hem even, zodat jullie exact weten wat er gaat gebeuren. Want ik heb namelijk hier met een tekstanimator op de property genaamd tracking gewerkt. Als ik die hier open, dan gaat je hier kunnen gaan zien hoeveel tracking dat er wordt toegepast. Tracking is als het ware de spaciering tussen de verschillende karakters.
Als ik nu doorheen onze animatie lichtjes erdoor scroll, dan gaan we gewoon zien dat de spatiëring gaat van breed naar redelijk smal. En dan gaat dat terug gaan loopen. Exact dezelfde workflow als dat we al hebben toegepast met de loop-out pingpong. Dit is exact hetzelfde, maar dan op deze property toegepast. Goed. Eens we dit dus allemaal hebben, ik ga eens even hier op fit to screen zitten, dan gaan we nu onze volledige effecten gaan opmaken. Ik ben iemand die redelijk gemakkelijk effecten gaat bekijken, als in van, gaan die moeten worden toegepast op al mijn layers eronder, of gaat die moeten worden toegepast op één object? Voor dit geval zou ik eigenlijk durven zeggen, die mogen van toepassing zijn op al mijn layers eronder. Nu, op dit moment hebben we eigenlijk maar 4 layers, dus dat zou nog meevallen als ik elke keer al mijn effecten zou gaan copy-pasten op de volgende laag. Nu, het probleem gaat komen natuurlijk vanaf het moment dat we effectief een parameter of zo gaan moeten gaan aanpassen, dan gaat die niet ineens overal worden doorgetrokken. Er zijn manieren om erop te werken, maar in principe voor dit geval, als ik weet al hetgeen wat eronder is, dan ga ik net als in bijvoorbeeld Photoshop gaan werken met een adjustment layer. Hoe gaan we die opmaken? Redelijk gemakkelijk. Rechtermuisklik en dan New Adjustment Layer. Of je gaat hier naar Layer New Adjustment Layer. Dan gaat je zien dat er eigenlijk aan de bovenkant een laag is bijgekomen. Alle effecten die wij hier op deze Adjustment Layer gaan zetten, die gaan van toepassing zijn op elk object hieronder. Nu we dat weten, kunnen we eigenlijk gaan beginnen aan onze effecten te gaan toepassen. Het eerste effect, en dat is direct ook al het meest belangrijke effect binnenin deze animatie, is het echo-effect. Wat gaat een echo doen? Exact hetzelfde als wat je zou gokken. Zijnde, die gaat gewoon kopieën van dezelfde animatie net met een kleine vertraging daarachter gaan zitten. Nu, hoeveel stuks en welke vertraging dat hebt, dat kun je allemaal natuurlijk zelf gaan kiezen. Allereerst zou ik wel al eens graag mijn number of echo's gaan aanpassen. Lijkt me redelijk logisch dat we dat zouden willen doen. Dus laten we nu bijvoorbeeld zeggen, ik zou dat graag gaan animeren met 50 kopies. Als ik dan nu snel eventjes doorheen mijn animatie ga, gaat je zien wat er gaat gebeuren. Van dit origineel bolletje is er dan nog een ander gekomen, en een ander, en een ander, en een ander. En met een bepaalde vertraging. Die vertraging gaan we ook allemaal kunnen gaan customizen. Wat wil ik daarmee zeggen? Als ik nu bijvoorbeeld qua mijn echo time een lagere waarde ga inzetten, bijvoorbeeld -0,005, ik zeg nu maar iets, gaat je zien dat alles redelijk hard op elkaar gaat plakken. Dat is al goed, we beginnen er al te geraken. Nu, wat ik persoonlijk het leukste vind, je zou perfect kunnen zeggen van, ik ga nu deze animatie gewoon gaan gebruiken als een soort van smear. Zijnde, net als bij de cartoons en zo, waarbij dat als er iets van links naar rechts gaat verschuiven op een redelijk hoge snelheid, dan gaat dat zo wat uitgeveegd worden precies. Dat is hetgeen wat we kennen van Disney en al die dergelijke dingen. Zo gaan we die snelle bewegingen gaan simuleren. Nu, in ons geval zou ik graag hebben dat die eigenlijk, in plaats van dat die heel tot op 100% opaciteit staat, dat tegen het einde dat die al bijna op 0% opaciteit staat. En ik ga dat hier nu eens even gaan aanpassen, mijn decay naar 0,9 in plaats van 1. Dan gaat je zien dat we er al redelijk dichtbij komen. Nu is er wel één nadeel, zijnde, als ik hierop ga inzoomen, even zo inzoomen, gaat je zien dat het allemaal aparte objecten zijn. Dat wil ik liever niet. Ik zou liever hebben dat dat als één graduele overgang is. Hoe gaan we dat doen? Ja, eigenlijk kunnen we dat perfect oplossen door gewoon een klein beetje te gaan blurren. Wat als ik nu hier bijvoorbeeld een Fastbox Blur op ga toepassen? In dit concrete geval zouden we ook perfect kunnen gaan werken met een Gaussian Blur die we bijvoorbeeld ook al kennen van Photoshop. Op dit moment gaan we het even gaan doen met de Fastbox Blur. Momenteel, standaard, heeft hij geen enkele blur. Dat gaan we natuurlijk gaan aanpassen. Lijkt redelijk logisch. En zullen we nu zeggen dat ik die ga blurren met 5% of zo. Je ziet hier al, eigenlijk krijgen we al een hele smoede gradient als het ware.
is al goed. We beginnen er al te geraken natuurlijk. Nu, ik zou ook wel heel graag hebben dat ik eigenlijk wat meer controle heb over de verschillende kleuren dat er gebruikt worden. Waarom? Ik zou graag hebben dat bijvoorbeeld... In mijn voorbeeld heb je gezien dat ik het meer zwaar richting de vuurkant heb gedaan. Dus met rood en geel tinten en oranje tinten daartussen dan ook nog. Maar ik wil daar heel veel controle over hebben. Dat gaan we kunnen oplossen door effectief gewoon te gaan werken met een colorama-effect. Colorama gaat eigenlijk gewoon als het ware een gradient gaan toepassen op uw bestaand object. In dit geval dus die cirkel. Als ik nu hier ga intypen... colorama, hop, zo, en ik voeg dat effect toe. Dan gaat je zien dat het precies eventjes lijkt alsof we niks correct zijn aan het doen. Nu, dat is niet waar, want het enige wat we hier aan moeten gaan aanpassen is input phase. Get phase from alpha. Even wachten, zo. Jeppa. En nu gaan we de kleuren ook een klein beetje moeten gaan aanpassen, hoor. Dus als we hier nu gaan naar de output cycle, dat is als het ware de gradient die gaat worden toegepast. Zo, nu bijvoorbeeld zeggen, ik zet hem hier op ramp red. Dan gaat je al redelijk hard zien dat alles redelijk zo wat wordt uitgefade. Dat het precies lijkt alsof dat je motion trailing zo gezegd volledig uit de rood bestaat en dat het dan zo wat fade naar niks. Dat is al een leuk effect. Goed. Eens we dat dus al hebben, dan gaat je zien dat we er al redelijk dichtbij geraken. En alleen nog één effect. Ik ben iemand die heel graag alles op één laag probeert te houden. Lukt niet altijd, maar ik doe er altijd wel mijn best voor. Om het gewoon gemakkelijk te houden voor mezelf. Als ik een manier zou hebben om effectief gewoon mijn originele shape, dus op dit moment is het al hetgeen wat er op mijn comp staat, gewoon te kunnen gaan kopiëren, helemaal op het einde, dan heb ik eigenlijk terug opnieuw die objecten erop geplakt. Nu, After Effects is ook een programma waarbij dat gewoon redelijk standaard al ingebouwd is. Dat is één zeer specifiek effect dat niet iedereen jammer genoeg weet staan, daarmee haal ik het graag al te delen aan, en dat heet CC Composite. Als ik dit nu ook nog als een effect erop ga doen, dan gaan we eigenlijk al meteen gaan zien dat onze oorspronkelijke objecten, dat die daar gewoon proper worden opgeplakt. Wat doet CC Composite eigenlijk? Die neemt dezelfde objecten van helemaal voorleer dat er enigszins een effect is toegepast en die gaat die dan helemaal naar vanachter erop plakken. We kunnen daar ook nog verschillende blending modes en die dergelijke dingen gaan toepassen. Nu, in dit geval hebben we dat niet nodig. Het enige wat we willen doen is dat die er gewoon erop komt geplakt te worden. Goed, leuk. Als ik nu hier bijvoorbeeld zou zeggen van oké, kijk, ik wil van diezelfde animatie, want als ik hier nu door ga gaan, heb je gezien dat eigenlijk alles al grotendeels werkt. Wat hallucinant is natuurlijk. En als ik hier nu mijn verschillende layers aan of uit ga zetten, of als ik hier nu ga kijken naar mijn tekstanimator, dan gaat die ook effectief diezelfde motion trailing hebben meegenomen. Heel handig natuurlijk. Maar ik zou graag wel die kleur gaan aanpassen. Als ik hier nu zou teruggaan in mijn colorama, kan ik hier perfect naar een andere situatie gaan. Bijvoorbeeld, ik was hier daarnet nu een beetje mee aan het experimenteren. Wat ik bijvoorbeeld een hele interessante vond, was... Ik dacht dat het Solarize was. En eens even kijken. Hij heeft nogal een redelijk specifieke stijl. Zien we dat hem eerst zwart wordt en dan rood en dan terug uitfade. Maar ramp, green en al die dergelijke dingen kun je al heel gemakkelijk gaan toepassen. In mijn voorbeeld heb ik gewerkt met de Fire Gradient. Je gaat hier zien dat je eigenlijk een soort van gradient gaan toepassen en dat we daar ook transparantiecontrole in hebben. Momenteel staat de witte kleur geselecteerd, maar hierachter staat ook nog een zwarte kleur. Als ik die transparency volledig naar 0 zou zetten, zo, en ik zet nu even mijn transparency grid aan, dan gaan we direct zien dat eigenlijk, ik zal hem eerst eventjes teruggaan. Dit was hetgeen wat er origineel gebeurde. Dat willen we niet natuurlijk. Je krijgt alles zo'n redelijk harde rand. Dat willen we niet. Goed. Dit is al wel heel leuk natuurlijk. Goed.
Right. Het gros van onze animatie is momenteel eigenlijk al opgemaakt. Wat wil ik daarmee zeggen? Ik zou eigenlijk graag hebben dat ik deze animatie volledig kunnen gaan toepassen in toekomstige projecten. Eigenlijk wil ik als het ware een preset maken aan deze animatie. Hoe doen we dat? Redelijk gemakkelijk. Dat heet gewoon een animation preset. Hoe gaan we die maken? Super gemakkelijk. Zijnde. Ik selecteer hier mijn effecten. Dan ga ik naar animation en dan save animation preset. After Effects gaat u komen vragen waar dat effectief die animation preset mag komen te staan. En hoe we die gaan noemen. Zet die waar u wilt natuurlijk. Ik heb die momenteel in mijn presets van After Effects 2022 gezet. En geeft u ook de naam hoe hij jullie willen. Ik duw hier momenteel op save. En nu komt de kers op de taart. Zijnde, als ik nu ga naar bijvoorbeeld een andere comp. En ik heb hier een redelijk gelijkaardig projectje staan. Zijnde een bal die gewoon als een soort van jojo van links naar rechts wordt geroteerd als het ware. En ik zou graag die motion smearing kunnen gaan toepassen op deze bal hier. Dat is deze laag. Als ik hier nu zou gaan naar mijn animation presets en dan naar het juiste folder waar ik die daarnet heb ingestoken, zijn we in de folder die ik heb genoemd Sean. En dan smijt ik gewoon die animation preset bovenop deze laag. Dan gaat je al direct zien dat heel mijn animatie en heel mijn layerstacking volledig is toegepast op deze laag en alleen maar deze laag. Dit is het voordeel om effectief je effecten per laag te gaan zetten. Nu, ik ben iemand die redelijk graag bijvoorbeeld dingen op verschillende lagen gaat linken aan elkaar. Ik ga eens heel even een workflow laten zien. Als ik hier nu al deze effecten ga toepassen. Ik geef deze even een redelijk felle kleur, zolang dat ik het instant weet. Roze is misschien net niet fel genoeg. Dit is eigenlijk mijn controller. Mijn controller als het ware. Als ik hierin iets zou aanpassen, dan zou ik graag hebben dat bijvoorbeeld hierop dat die ook wordt toegepast. Nu kan ik hier natuurlijk dezelfde effecten, diezelfde animation preset gaan toepassen. Maar gaan we eigenlijk een kopie krijgen van elkaar. Als ik de ene ga aanpassen, gaat een andere niet meekomen. Maar er is natuurlijk wel een andere oplossing voor. Zijnde, ik selecteer deze effecten en dan ga ik naar Edit, Copy with Property Links. En als ik nu hier naar deze layer zou gaan en ik copy-paste die hier gewoon op, dan gaat je zien dat eigenlijk op al mijn... Er zijn effectief kopieën ervan gemaakt, van die verschillende effecten, maar die staan allemaal in het rood. Dat wil zeggen dat die een expression hebben. Die expression, die wil eigenlijk gewoon zeggen dat deze values allemaal automatisch gelinkt zijn aan deze values. Dus wat geeft dat ons qua flexibiliteit? Het feit dat als ik hier nu bijvoorbeeld zou gaan zeggen, verander deze kleur maar naar ramp blue. Ik zeg nu maar iets. Ik moet het op een deze, want dit is mijn controlelaag natuurlijk. Als ik deze hier nu naar ramp blue zou zetten, gaat je zien dat die op de bovenste meteen ook al is aangepast. Dat is het hele handige aan het feit dat deze effecten en deze effecten allebei gelinkt zijn op elkaar. Ik kan u redelijk wat tijd besparen. En zo zijn we klaar. We zijn erin geslaagd om met behulp van effecten eigenlijk een heel wat levendere animatie te kunnen gaan krijgen dan daarvoor. We zijn er ook in geslaagd om dit te gaan saven als een soort van animation preset, waardoor dat we die kunnen gaan toepassen op toekomstige werk. Heel handig natuurlijk. Ik zou zeggen, probeer het zeker eens uit op jullie werkjes. Tag ons gerust op Instagram. Wij zijn altijd benieuwd om jullie resultaten te bekijken. En as always, like, comment en subscribe voor meer handige After Effects workflow tips, tutorials, zowel in After Effects als in andere Adobe programma's. Goed, tot dan. Bye bye.